audiotour over de gouden jaren in de binnenstad. Om de oudheid in de Apeldoornse binnenstad te ontdekken, moet je vaak omhoog kijken. Sinds kort kan je de zogenoemde gouden jaren van de binnenstad via een audiotour leren kennen. De audiotour is eigenlijk een route door de binnenstad, waarbij we langs een aantal historische panden gaan. En die historische panden voorzien we met die audiotour van het verhaal van dat pand. De audiotour begint hier bij het Raadhuisplein. Via een gratis app en deze codes op de straat krijg je de informatie over de panden van rond 1900. We noemen dat de gouden jaren van Apeldoorn. Eigenlijk de jaren 1890, 1910, 1920 zo'n beetje. En het zijn vooral de mooie historische panden in de binnenstad die we onder de aandacht willen brengen. Die je eigenlijk misschien tijdens het winkelen meteen niet ziet. Maar waar we graag de spotlight op willen zetten om ze in het vervolg toch wel te gaan zien. Op sommige plekken krijg je ook tekst en uitleg over een gebouw. 1898. Bij het oude huis kunnen de heren vanaf vandaag weer aan hun natje komen. Nadat de heer Brink het geheel heeft laten verbouwen. Bij inspectie bleek dat de heer geenszins van plan was het pand klaar te maken voor de volgende eeuw. Hij heeft zo mogelijk alles nog ouder doen laten lijken. Zoals de klassieke gravures boven de deur, waar staat geschreven in het oude huis. Daarboven drie karakteristieke kruiken. Op een aantal plekken op de audiotour krijg je ook met je telefoon een foto van het pand hoe het vroeger was over de werkelijkheid heen. Augmented reality noemen we dat. En dat maakt het eigenlijk nog leuker om het verhaal te horen en aan de andere kant ook meteen te zien hoe het toen was. Het initiatief komt van Centrum Management Apeldoorn in samenwerking met internetbureau Max en Apeldoorn Marketing. Met deze audiotour hoopt het Centrum Management Apeldoorn meer bezoekers in de binnenstad te krijgen. Naast de audiotour wil men nog meer activiteiten ontplooien. We hebben dit jaar een start willen maken. Een start, jaar 1 van een vierjarenplan. En dat is in dat vierjarenplan hebben we eigenlijk een heel scala aan activiteiten uitgewerkt waar ook de audiotour maar een onderdeel van is. Maar we willen graag dit jaar testen met hoe werkt het nou met zo'n audiotour. We hebben daarnaast nog projecties in de binnenstad op een aantal oude panden. En ook dat is bedoeld om gewoon maar eens te kijken hoe dat gaat. Waar loop je tegenaan? Zodat we de komende jaren dat verder uit kunnen bouwen. En hopelijk dan wel weer veel mensen trekken. Want dat is uiteindelijk wel het doel van waarom we dit doen. Meer mensen in de binnenstad en zo de ondernemers de gelegenheid geven om in de belangrijke decembermaand meer omzet te maken. De Audiotour app is gratis te downloaden via de website apeldoorn-binnenstad.nl.